In Tiel vond onlangs de start- en aankomst plaats van de tweede etappe van de Holland Ladies Tour, waar de top van het internationale dameswielrennen bij aanwezig was. Aan het begin van de middag vond de start plaats midden in het centrum op de Groenmarkt in Tiel. De finish was op industrieterrein Laterstein. U beschikt hier in Tiel over een geweldige lokale organisatie. Ja, echt complimenten. Geweldig wat Wim van Rooyen met zijn team hier neerzet, met heel veel vrijwilligers die bij ons inderdaad elk jaar de Grommel organiseren. Daar staat een hele goede basis omheen. Maar ook dat we dit evenement naar Tiel hebben kunnen halen. Fantastisch. En ook nog op deze manier georganiseerd. Ik heb gisteren de tijdrit ook meegemaakt van Varen Tiel. Dat liep ook perfect. En nu deze etappe. Fantastisch mooie promotie voor Tiel. En we kijken daar in de verte. Daar moeten ze zo dadelijk gaan komen. Laatste honderden meters hier in de grote finale van de tweede etappe van de Boerenstal Ladies Tour. De sprint wordt ingezet. Wie gaat het halen? Wie wint vandaag deze tweede etappe? En we gaan kijken naar de aankomst hier. Stadse Vee sprak met een groot aantal betrokkenen, waaronder etappewinnaar Lisa Brennauer. De Holland Ladies Tour. Lisa, jij komt uit Duitsland, maar wel gewonnen in Tiel, hè? Ja, prima. Ik ben echt super blij mee. Ik had eigenlijk niet zo op gerekend, maar ik ben echt super blij met deze overwinning. Je hebt fantastisch gereden, maar voordat we over die wedstrijd gaan spreken, jij spreekt ook fantastisch Nederlands. Hoe komt dat zo? Ik woon al anderhalf jaar in Nederland en dan leer je dat gewoon. Nou, dat gaat inderdaad geweldig. Hey, de wedstrijd, vertel. Ja, het was super. We hadden iemand in de kopgroep en dat was geweldig. Ik dacht ook dat hun een grote kans hebben om met die groep naar de streep te komen. Nou, dat was ook super voor ons geweest. Maar uiteindelijk hebben we hun teruggepakt en dan wisten wij ook, nu moeten we voor een sprint gaan. En ja, dat zo goed uitkomt, dat is natuurlijk alleen maar prima. Ben je nou zo'n sprintkanon? Oh, ik ben eigenlijk meer goed voor de tijdrit. Maar ik heb heel goede sprints gedaan dit jaar al. En het kwam altijd net niet uit en vandaag wel. Dus het is echt prima. Hey, bevalt het, de Holland Ladies Tour? Dit was de tweede etappe. Hè? De regio natuurlijk mooi. Zie je daar iets van überhaupt? Ja, natuurlijk. Daar zie je wel iets van. En supermooi weer vandaag. Ik denk ook een beetje wind erbij. Dat maakt het wel spannend. En dat gaat een mooie tour worden hier. Ja, de manier van koersen bewijst ook dat het gewoon een serieuze business is, serieuze sport. Ja, echt. De wedstrijden zijn gewoon echt super zwaar en werd super hard gereden. Dus het is echt een spannende sport. En ik vind het altijd mooi als mensen daarvoor openstaan en dat ook zo vinden. Nou, deze die mag je op je erelijst zetten. Trots op? Ja, echt zeker. Ik ben er echt wel trots op. Henk Driessen, wethouder onder andere van Sport in Tiel. Een geweldig evenement, hè? Ja, prachtig. Zojuist de finish gehad van de eerste etappe. Gisteren de tijdrit van Varik naar Tiel toe. Vandaag Tiel door de Betuwe en Westmaarzewaal. Nou, het was prachtige twee dagen. U hebt de wedstrijd gevolgd. Spannende zaken nog gebeurd? Nou, het was een hele mooie wedstrijd met een afstand met een aantal renners heel lang voorop gereden. Op het laatste moment toch door het peloton ingehaald. Ja, en dat maakt zo'n wedstrijd natuurlijk helemaal mooi. Dames wielrennen in Nederland, eigenlijk in de hele wereld, zit flink in de lift. Mooi dat Tiel meedoet in dit spektakel. Absoluut. Tiel is natuurlijk wielerstad. Heeft al heel wat rondes hier in Tiel gehad. Naast de profronde van Tiel zelf. Ook de ronde van Nederland, Olympia's Tour en noem ze allemaal maar op. OMJ's Tour. Ja, wat is dan prachtig als een internationale ronde als Holland Ladies Tour hier zeker in Tiel gaat komen. En ik hoop dat ze vaker terug gaan komen. Voor herhaling vatbaar dus. Absoluut. Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Wat een fantastische race hier in Tiel. Ja, absoluut. Ladies Tour door Nederland. Start nu vandaag hier in Tiel en ook de finish in Tiel. Met onder schitterende omstandigheden. 120 kilometer door de omgeving. En dan hier zo'n in feite een massasprint. Wat dan toch heel wat, wat spanning met zich meebrengt. En dat is goed gelukt. Dus ja, mooi. De provincie Gelderland steunt financieel ook deze koers. Een goede ontwikkeling? Ja, wij hebben onder andere, wielersport is een van onze zes kernsporten. En wij proberen dit soort evenementen proberen we te ondersteunen. Dat doen we ook graag. En we proberen op die manier ook de verbinding te leggen tussen zo'n topsportevenement wat dit is en de breedte sport. En dat is ons doel, dat we meer mensen, meer jongeren, meer jongens, meer meisjes, maar ook minder verlieden aan sporten krijgen. En daarom ondersteunen wij ook dit soort evenementen. Want topsport kan niet zonder breedte sport. Je hebt gewoon voorbeelden. Neem nou Marianne Vos, die nu vandaag toevallig niet op het podium stond. Maar wat voor icoon zij is voor de wielersport. En op die manier trek je een heleboel jongeren ook naar die wielersport. Nou, dat willen we graag ondersteunen.
Tiel profileert zich ook als wielerstad, al jaren. Een goede ontwikkeling? Ja, er is een hele enthousiaste wielercomité hier. Wielervereniging is hier heel actief. We zijn ook met de gemeente in overleg om de wielerbaan ook bij het bedrijventrein, om die ook op te waarderen. Nou, dat gaat ook de goede kant op. Dus we proberen dat op die manier gezamenlijk te doen. We kunnen het niet alleen, de gemeente kan het ook niet alleen. Maar gezamenlijk kunnen we een mooie accommodatie hier neerzetten. Dat is goed nieuws. Ik wil u het een en ander ontlokken. In 2016, gaf u ze juist ook al aan, was al eerder bekend, komt de Giro d'Italia naar Gelderland. Stad zal waarschijnlijk zijn in Apeldoorn of Nijmegen, maar kunnen we afspreken dat Tiel ook opgenomen wordt in dat parcours? Zou eigenlijk moeten, hè? Nou ja, qua enthousiasme zou dat moeten. Maar ik kan helaas daar nu geen toezegging over doen. We moeten in eerste instantie nu nog definitief krijgen. Het ziet er allemaal heel positief uit, maar het moet wel definitief worden. En vervolgens kijken we welk parcours we gaan nemen. Maar Gelderland is mooi, Gelderland is groot, maar de etappes zijn ook lang. Dus ik sluit niet uit dat we ook hier langskomen of doorkomen. Kunnen we dan afspreken dat u Tiel in ieder geval niet gaat vergeten bij de besprekingen? Dat kunnen we zeker afspreken.